daar. Want daar komt de begeleiding. Ik heb mijn haar ook nog eventjes terug dat blauw erin gedaan. Het is echt wel heel goed gelukt, vind ik. Het ligt echt wel prachtig. Ja, misschien moet het wat gekamd worden, maar het ligt wel prachtig. Dus dat gaan we dan eventjes doen. Een beetje proper zijn. Ja. Moet mooi zijn. Ja. Zo, dan neem ik er even mee naar boven terug. Zo. Prachtig, hè? Vind ik ook. Dus dit gebruik ik altijd, dit merk. Ik ben er totaal niet goed in, maar ik wil gewoon proberen. Hè. Dat het tenminste toch een beetje blijft liggen. Ah, de bel gaat. Mijn handen zijn gewassen. Ik neem jullie mee. De begeleiding is buiten. Dat is een hele dag door als je op TikTok populair bent. Dus ja, daar ben je wel altijd mee bezig. Dus nu zit dat konijn er wel in. Als de mensen tips hebben waarom dat konijn er niet in gaat, ja, ik weet het niet. Maar dat komt omdat ja, die mist snuffel natuurlijk. En ja, ik kan snuffel niet terugtoveren. Die is helaas dood. Je zegt, gaat er rust over en zo'n ding allemaal. Ja. Ik heb dat een plaats gegeven en het leven gaat door. Dus daarom, omdat ik het ook al heel moeilijk heb gehad toen met de dood van mijn moeder en zo. Dus ik heb er nu echt wel een plaats gegeven. Ik heb zoiets van, dat is niet altijd heel makkelijk, maar ik geef dat een plaats. En natuurlijk denk ik er ook nog wel altijd een keer aan en zo, dat konijn. Maar erom huilen heeft ook geen zin natuurlijk. Wij moesten eigenlijk naar de winkel, naar de Aldi, om nog een cola te gaan halen. Dus ik ga eens kijken of het te doen is een cola te halen. En dan gaan we ook eens kijken wat de eitjes kosten. Of misschien nog een leeuwkoek, ik ga het wel zien. €4. Nee, ja. €5 of €4,50. Dus ja. Ik heb een kalkoen. Het eet zo koekoekoe, kalkoen. Ja. Ja, je moet verstaan, ik doe altijd zo grappig in de video's. Dus we gaan nu naar de winkel. Helemaal klaar om te vertrekken. We hebben die nodig, het geld en zo. En jullie natuurlijk. We gaan ook nog wel eens een keertje kijken of dat we ergens zo nog een. Binnenkort gaat ze naar de trimsalon. Dus moeten we ook nog zo zien dat we ze natuurlijk mee kunnen pakken. Dus dan moet ik nog eens kijken. Dus ik ga straks dus Alitalia mee pakken ook naar de dierenwinkel. Om daar eens te kijken of we ze daar kunnen mee pakken. Dus dat gaan we ook zeker eens een keertje doen. Dat is echt in de weg, hè. Dus zo gaat dat niet. Zo. Ja. Nu gaat het wel. Zo. Het is maar een watersom. Maar goed. Beter watersom dan geen zon, zeggen ze dan. Dus, klaar. Is winkel. We gaan eens kijken of ze hier die bakjes hebben voor de kat. Ik voor de konijn. Het is al bij hetzelfde. Dus, het is goed als we naar het dierenarts moeten. Dan kunnen we erin steken. Dus we gaan eens kijken of we het gaan vinden. Dus als we op de winkel is. Als ze hebben, dan hebben ze het ergens. Ik zag een buggy. Dus, dat is al een beetje. Apen. Het is echt een goed ding. Ze doen het af, jullie gewoon. Moet de korrels hebben. Want. Ja. Dat is even fijn. Maar. Dat is allemaal hebben. Over kat. Dat is over kat. Maar niet te geloven, dat is wel over katjes. Ook zo. En toen allemaal dat hebben ze. Allee.
ze hebben het allebei. Je hebt dan even een konijn of een kat. Dat is hetzelfde. Maar dit is er niet geïnteresseerd in. Ze is altijd hier pakje. Het is €32. Dat is me zo. Slotje. Dat is wel ideaal als je met konijn het eerst weg moet gaan. Dat is €32. Dat valt op zich nog aan mee. Je hebt ook nog deze modelletjes. Maar die vind ik altijd heel moeilijk om. De reserve is er één. Dus ik denk dat dat ideaal is als je zoiets met de fiets. €32, dat is €12, dat is ook wel. Dit zijn er kattenwc'tjes. Dus deze kan ik misschien binnenkort eens aanschaffen voor die beestjes. Het ziet er wel gemakkelijk uit, ook een makkelijk handvat. Dus het ziet er wel gemakkelijk. Ik ga dus twijfelen, ik ga er een foto van maken en dan ga ik eens over nadenken. Het kost voor de kat. Dat is even per kat allemaal, konijn, dat is allemaal hetzelfde hoor. Maar het eten niet. Dus het zijn het eten. Misschien ga ik eens een keertje een grote zak meenemen binnenkort. Dat is nog niet op, dus ja, ik denk dat ik deze zak ga pakken. En de geven aan de kat. En eens kijken wat de konijn. Ja. Dat is allemaal hond. Dus een beetje door elkaar. Dat is ook weer iets nieuws. Een potje meepakken voor de kat. Zo. Haarige torentjes. Dat was het. Zo'n torentje gaan we meepakken. En dan. Zo. Dus dat gaan we al sowieso meepakken. En dan. Dat is zo'n doos. En eens kijken ook. Hè. Voor de konijn. Dus dit wordt het sowieso wel. En dan voor het konijn misschien ook nog snoepjes. Dat hebben ze hier staan, de konijntjes snoepjes. Maar voor één konijn, dat scheelt ook een prijs. Hè. Dus. De snoepjes voor de konijn. Misschien zitten ze heel veel voor konijn. Is er €1,50. Perfect, dan wordt het. Het is gebeurd, ik heb het juist afgerekend. Die is wel blij gaan zijn met hun lekkernijtjes. Die gaan we even zien in de vis. Dat steken. Allee, dat is de bedoeling. Steken. Als je met één hand moet werken, is dat niet altijd gemakkelijk. Zo. Dus je moet zien, hoor. Dus, ze is gescheurd, die duim. Door wat, dat weet ik niet. Eens kijken of we nog klein geld hebben. We hebben geld genoeg, mogen mensen niet treuren. Dat was heel bosrammen. Dus dat is het zeker niet, mensen. Ik geef misschien dat gevoel, maar ik tel elke euro na, snap je? Dus daarom dat ik alles natel voor ik ergens naar binnen ga. Dus laten hem even er wel staan en even naar die ook kan halen nog. En dan gaan we richting huiswaarts. Het staat op. Middag eten waren dus zijn zwamworstjes. En spaghetti die staat momenteel klaar vanavond. Dus die is nu aan het koken. Dus daar moeten we ons even geen zorgen maken. Allee, al moet avond wel eens gaan roeren, maar de rest moet ons geen zorgen maken.